de legging voor de watertekens. Dus kreeft, schorpioen en vissen. De legging voor eind mei. Het is een algemene legging. Voor een grote groep mensen, tekens. Dus het kan zijn dat de boodschap niet voor jou is. Dus dan is dat misschien de volgende keer wel zo. Verder is het mogelijk om een persoonlijke reading aan te vragen. De gegevens daarvoor zet ik in de beschrijving van de video. Wachten. En het wachten op communicatie misschien. Iemand kijkt. Wacht af. En als er eenmaal contact komt, het is echt het wachten op het contact, op de berichten. En het verwachten daarvan. Je weet al zeker dat het gaat gebeuren. Dat er weer contact komt. En daar wacht je nu op. En dat gaat dus ook gebeuren. Die berichten die komen. Heel direct. Plotseling. En zodra dat op gang komt. Dan blijft er... blijven die berichten komen. Snel en... heel direct, directe vragen, directe opmerkingen. Zeker met die koning van zwaarden. Heel direct echt. Koud bijna. Beslissingen worden gemaakt. Er komt duidelijkheid. Dus waar je nu misschien zit te wachten tot wanneer, wanneer er nou eindelijk contact komt. Wanneer die persoon een berichtje gaat sturen. Wat er nou precies aan de hand is. Daar komt duidelijkheid. Wat voor duidelijkheid daar komt. Vasthouden. Misschien een beslissing. Of jullie samenkomen of niet.
of jullie elkaar laten gaan. Ja. Duivel sprong eruit. Wat aangeeft dat het nogal een lastige relatie is. En er is echt even geen contact geweest. De een voelt alsof de ander diegene in de kou heeft laten staan. De rug heeft toegekeerd. En daar komt die duidelijkheid aan. Gesprek daarover dat gaat komen. En in dat gesprek gaan jullie beslissen of jullie nog samen blijven. In wat voor vorm dan ook. De relatie zoals die was, was ongezond. Met die duivel die er ligt. Dus de vraag is of jullie dat willen allebei. Bekers 2. Het is de liefde, soulmates. Dus het heeft zeker wel potentie nog. Kijk naar een advies. Oh. Matigheid. Rustig aandoen. En vooral niet te gek. Niet doordraven. Gewoon rustig. Rustig aan. En het uitpraten. De dingen goed maken. Niet zozeer om weer bij elkaar te komen. Maar in elk geval om het uit te praten. En de ruzie achter je te laten. Dat is het advies. Mogelijke uitkomst. De ridder van pentakels. Langzaam. Maar in elk geval communicatie. Maar het gaat langzaam. Wat natuurlijk ook niet erg is. Dus als jullie opnieuw beginnen, dan gaat dat heel langzaam. Dus wat natuurlijk mooi samenvalt met die matigheid, als advies erbij ligt. Oh. En de zon, een hele mooie uitkomst. Dus als jullie dat advies kunnen volgen, het rustig aan kunnen doen. En het gewoon eerst uitpraten en zorgen dat alle ruzie, oneenigheid uit de lucht is. Dan ligt daar zeker nog een hele mooie toekomst voor jullie samen. Wat langzaam gaat, maar als eenmaal die communicatie weer op gang is en jullie praten weer met elkaar. Kunnen jullie van daaruit natuurlijk heel mooi daarop verder bouwen. En dan, de zon is echt een hele mooie kaart.
als mogelijke uitkomst. Dus heel veel succes ermee.